Suriname heeft afgelopen maandag in Den Haag onder de Paris Club overeenkomst een bilaterale overeenkomst voor de schuldherschikking getekend met Nederland. De schuldherschikking met Nederland bedraagt 23,9 miljoen euro en was in 2014 aangegaan voor de bouw van de Carolinabrug. Per ultimo 31 december 2021 was de schuld circa 13 miljoen euro, waarvan de achterstanden waren opgelopen tot circa 4 miljoen euro. Met de herschikking van deze schuld is overeengekomen dat de achterstanden voor 60% in november 2022 worden betaald en de resterende 40% in november 2024. Suriname heeft twee nieuwe CARICOM-jeugdambassadeurs, namelijk Matthijs Samuel en Faye King, die afgelopen dinsdag zijn gekozen voor de komende 2 jaren. De verkiezingen zijn georganiseerd door het directoraat Jeugdzaken, onder toezicht van een selectiecommissie die door minister Stephen McAndrew is ingesteld. Vertegenwoordigers van jongerenorganisaties die geregistreerd staan bij het directoraat Jeugdzaken mochten hun stem uitbrengen. Minister Stephen McAndrew heeft afgelopen dinsdag aan 16 kansarme vrouwen en tienermoeders een certificaat uitgereikt die de cursus Basis Textiele Werkvormen van de SAO succesvol hebben afgerond. De bewindsman meent dat vaktrainingen de sleutel zijn tot succes om werkzoekenden en andere personen, met name jongeren, betere kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Het zij als zelfstandige, het zij als werknemer. Het ministerie zal volgens hem alles in het werk stellen om kwetsbare en kansarme groepen in onze samenleving de helpende hand te bieden.